Sipke, een remise tegen Benjamin Bok. Dat is op zich natuurlijk geen slecht resultaat. Maar het ging niet zo goed met jouw tegenstander tot vandaag. Heb je niet overwogen om een winstpoging te doen? Ja, op zich wel. Maar Bok is geen fijne tegenstander voor mij. De laatste jaren vaak van hem verloren. Dus in principe was ik gewoon blij met een halfje vandaag. Ja, maar goed, is er niet zoiets als dat hij aangeslagen is? Dat hij misschien slecht geslapen heeft? Ik noem maar wat dingetjes. Is dat niet het moment om daar nu gebruik van te maken, nu je op kop staat? Nou, vorig jaar speelde ik in de laatste ronde tegen hem en toen stond hij ook laatste en toen won hij van mij. Dus dat telt ook mee. Dus ik heb wel echt aan gedacht, maar ik dacht, half is mooi. Ja, nou, dan even concentreren, niet op Benjamin, maar op jou. 2 uit 3. Wellicht koploper, dat moeten we natuurlijk nog even afwachten. Hoe voel je je erover? Nou, het toernooi gaat in elk geval beter dan ik had verwacht van tevoren. Ik heb 2 uit 3 tegen best wel lastige tegenstanders en ook 2 keer zwart gehad. Dus ik zie het met vertrouwen tegemoet de rest van het toernooi. Ja. Heb je je verwachtingen aangepast aan de situatie? Waar hoop je nu op? Nou, ik hoop op plusscore te eindigen. Ja. Oké. Nou, Sipke, veel succes daarmee en we spreken je binnenkort. Oké, ja, dankjewel.